Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe weekreading. Dit is weekreading 4, 24 tot en met 30 januari. En deze is speciaal voor de waterman. Ben je waterman of is je ascendant een waterman? Wellicht heb je dan wat aan deze video. Het is een algemene video, gericht op een algemene energie. Het kan dus zijn dat je er niet helemaal in kan vinden. Pak er vooral uit wat je nodig hebt. En wil je een persoonlijke reading, kan je mij een berichtje sturen. Lieve waterman, we gaan eens kijken wat jouw hoofdthema is voor deze week. Wat is het hoofdthema voor jou voor deze week? Ja, terugkomen vooral in je eigen kracht. En het inzien dat je niet altijd een slachtoffer bent, maar dat je er vaak wat aan kan doen. Erken vooral de strijd in jezelf en ga daarmee aan de slag. Weet dat je echt tot bloei kan komen als je jezelf accepteert zoals je bent. Houd van jezelf, ieder deeltje van je lichaam en ieder gedeelte van jezelf. Ik heb het gevoel dat je deze week ook wat meer rust gaat nemen en dat je meer ook weer waarde gaat hechten aan nieuwe dingen. Je mag wat liever voor jezelf zijn. En dat is ook belangrijk om weer van jezelf te kunnen houden. En zet jezelf en anderen eventueel in een helder, mooi wit licht. Tegelijkertijd voelt het ook alsof je weer wat spelenderwijs weer wat meer jezelf kan zijn. Dus het is niet erg als je af en toe weer kind voelt. Want dat wekt juist vaak weer de positiviteit in jezelf op. Soms kan het wel helpen om je innerlijk kind te helen. Of juist te kijken naar hoe zou een kind hierop reageren. Omdat de kinderen vaak heel helder, echt en puur zijn. En soms helpt het om dan via hun oogpunt te gaan kijken. Lieve waterman, we gaan eens kijken. Wat kan je deze week verwachten? Wat kan de waterman deze week verwachten? Wel grappig, want ik zie nu al dat jullie meerdere dingen gemeen hebben met andere readingen. Oh, ja, dat dacht ik al. Ja, jullie mogen ook wat dingen wat losser laten, lieve waterman. Je gaat starten aan een nieuw avontuur. Een avontuur in jezelf. Een avontuur richting de nieuwe jij. En daarin is het van belang dat je jezelf ook gaat helen. En dat je er niet voor weg gaat vluchten. Dus durf het avontuur aan te gaan. Wees jezelf. Ga kijken wat je leuk vindt. Ga die dingen ook echt erop pakken. Want dat werkt vaak het makkelijkste om ook weer aandacht aan jezelf te gaan besteden. In de kindertijd heb je er wat meer moeite mee gehad. En dat zijn herinneringen die ook naar boven komen. En daardoor is het van belang, ga je innerlijk kind helen, omdat je innerlijk kind wellicht nog wel met wat issues zit. Je hebt nog echt knagenissen, nog bepaalde gemissen en daardoor loopt het niet altijd even lekker en zit je niet altijd even lekker in je vel. Kijk dus goed naar de details, waar komt het vandaan? Waarom zit ik niet zo goed in mijn vel deze week? Waarom zit ik niet zo lekker in mijn vel en hoe komt dat dan? En weet dat alles liefde is. Dus het enige wat werkelijk is, is liefde. Haal de aandacht weg van de problemen. Dus vaak moeten we wel eerst door de problemen heen. Maar we moeten er niet in blijven hangen. We moeten gaan onderzoeken, waar komt het vandaan? Waarom vind ik mezelf niet knap? Waarom hou ik niet van mezelf? En wanneer je tot die kern bent gekomen, wordt het weer één mooi geheel. En komt er geluk naar je toe. Dus weet ook dat er mooie dingen deze week op je pad kunnen komen. Maar sta ervoor open. Lieve waterman, we gaan eens kijken naar een positiviteitsboodschap. Wat mag ik jullie meegeven deze week? Maak je leven simpeler. Je bent met zoveel dingen tegelijkertijd bezig dat je aandacht versnippert. Werk hieraan en voel hoe je energie toeneemt. Neem tijd voor jezelf. Neem rust voor jezelf. Ga de natuur in. Doe iets met passie. En dan kom je weer terug bij de rust en bij jezelf. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van de video.
Laat vooral weten als je hier wat aan hebt gehad. Abonneer je op dit kanaal. Je kan me ook volgen via Facebook en Instagram of via www.mediumdaphne.nl. Ik wens jullie heel veel succes deze week. Weet dat je dit kan. En nogmaals bedankt voor het kijken. En wie weet tot de volgende keer.